Hey Kreeft, welkom bij jullie horoscoopreading voor de komende periode. Ik ga kijken welke berichten ik deze keer voor jullie mag overbrengen. Voor de Kreeft, de algehele energie voor de komende tijd. Ik heb voor jullie het lot, de yin-energie en in cirkels ronddraaien. Het lot laten bepalen ergens in. Ik zal heel even, als dat lukt. Nou, dat gaat niet, dan moet ik even wachten. Ik weet niet wat het is. Ja, het is ook een donkere dag vandaag buiten, dus vandaar dat het misschien elke keer zo donker trekt hier. Je laten leiden door het lot. De yin-energie, ja, die koppelt zich daar wel aan. Want de yin-energie is ook een passieve energie. Hè? De mannelijke energie, de yang-energie is wat ondernemender. Dus ja, als ik dan die twee zo zie, dan denk ik, je mag ergens in afwachten of het even laten. En dan heb ik hier in cirkels ronddraaien. Wat dus eigenlijk ja, niet aansluit. Maar we gaan zo wel zien waar het mee te maken heeft. Misschien moet ik mijn lampje wat lichter zetten. Voor de kreeft, wat mag erbij komen? Nou, die komt er al uit. Even kijken, wat hebben we? De zwaard. Ja, het zwaard wat iets weg kan snijden. Ook een soort scheiding, een breuk, een scheiding. Iets uit elkaar, het donker en het lichte. De threshold, ja, de drempel. Ja, misschien moet ik het ook wel zo zien. Twee keer een beetje die scheiding. Zit je in een soort tussenwereld? Dat zou kunnen. En dan de kroon, de wijze, of ja, de oude vrouw, of de heks wordt het ook wel eens genoemd. Een hand die de krei naar voren brengt. En de kreien zijn vaak berichtenbrengers. En het draagt ook, voor mij is dit altijd een karmische zegel. Ja, het kan zijn dat je in een karmische les zit momenteel. En je ergens overheen moet. Om uit die cirkel te komen. Je moet ergens over een drempel heen. Het lot laten bepalen. Passief zijn en niks ondernemen. Dat gevoel krijg ik heel erg bij deze twee kaarten. Niks ondernemen. Gewoon afwachten. Het lot laten bepalen. Wat er naar jou toe komt. Of wat er gebeurt. Wat er naar je toe komt, heb ik het gevoel. Interessant. Very interesting. Craved. Wat mag ik zien bij het lot? Nou, best wel snel. Het is ook een snelle energie. Acht van staven. Plotselinge dingen die naar je toe komen. Dat voelde ik eigenlijk al hier. Er komt iets naar je toe. En het kan heel snel, als jij het lot laat bepalen. Dingen kunnen heel snel veranderen. Ja, ik heb echt het gevoel dat je dus ergens,
er overheen moet of doorheen moet of van donker naar licht. Hier zie je dat ook, van donker naar licht. Dan word je iets gegeven, iets wat jou misschien wel uit een karmische cirkel kan halen. Dan wordt jou een zegel gegeven, een bezegeling. Een bezegeling. Dan word je iets aangereikt door spirit. Een bezegeling. Oké. Ik raak verdwaald. Even kijken wat er verder wil komen. Koningin van Bekers, ja, zie je. Dat is eigenlijk de bevestiging. Dit is de vrouwelijke energie. Dit is iemand die in overgave zit. Dus dat voelde ik eigenlijk al. Niks ondernemen, het lot gewoon laten bepalen. Dat is misschien ook jouw karmische les hier. Kan je in totale overgave zijn? Kan je het laten, ja, op zijn beloop laten? Want die mannelijke energie is vaak iemand die de controle wil vasthouden. Hè? Die wil bepalen hoe alles gaat. Dus voor jou is het heel belangrijk om juist in die vrouwelijke energie te stappen. Is dat die drempel misschien? Dat zou kunnen. Ja. Vijf van staven. Nu is die wat lichter. Ik zet hem even vast. De innerlijke conflicten. Ja, tussen die mannelijke en vrouwelijke energie waarschijnlijk. Die mannelijke energie wil natuurlijk ondernemen. Die wil iets doen. Maar jij zit ergens mee in. Ik weet natuurlijk niet waar het om gaat. Er ligt hier totaal niks waarvan ik denk van nou, het gaat om die situatie. Maar het wordt heel duidelijk aangegeven dat jij passief moet blijven op dit moment. En dat klinkt heel raar, hè? Want vaak is het van, je moet ondernemen, je moet stappen zetten, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar eigenlijk, voor jullie is het gewoon even achteroverleunen en gewoon het lot laten bepalen. Gewoon laat het uit de handen vallen. Waar het ook om draait, ik heb geen idee. Ja. Het kan heel moeilijk zijn natuurlijk. Zeker wanneer je veel in mannelijke energie zit. Gewend bent om te ondernemen. Controle vast te blijven houden. Dan de ridder van munten. Die langzame ridder. Hè, tegenover de hele snelle. Maar dit geeft voor mij aan dat je ook van heel ver komt. Het is een hele lange weg geweest. En ja, het zwaard betekent vaak ook, hè, er wordt iets afgekapt, iets komt een einde, een breuk. Een karmische breuk, karmische contract wordt verbroken. Ik ben benieuwd wat voor kaart daarbij komt zo. Die bezegeling. Ja, en als ik dan even kijk naar al die munten daarachter. Hè, je hebt heel veel karmische dingen dus al achtergelaten. En hij draagt er nog één op zijn rug. En hier wordt iets mee gedaan. Er komt iets van een bezegeling. Er komt iets van een breuk, een einde. Drie van bekers. En dat heeft te maken weer met de verbinding. Vreugde, eenheid. Als je eenmaal over die drempel heen bent. Mag ik er nog een kaart op zien? Ja. Zes van bekers, het verleden. Ook hier zie je weer, hè, die lange weg die je hebt moeten afleggen, zeg maar, tot aan waar je nu staat. Oké, wat mag bij de kroon komen? De zon, wauw. Ja, dat is de kaart van verlichting. Dat is de kaart, positieve kaart. De bezegeling. Er komt waarschijnlijk iets tot een eind. Want je gaat een bepaalde drempel over. Hier zie ik een soort van breuk, hè, met het zwaard. En allebei geven ze aan van donker naar licht.
Je komt van heel ver, je hebt heel veel karma al hier losgelaten. Je draagt nog één ding op je rug. Wat kan je me daar nog iets over vertellen? Over die bezegeling, of hoe moet ik dat zien? Wat wordt gegeven aan de kreeft? Tien van Beek. Ja, twee hele mooie kaarten wordt jou gegeven dus. Dit is wat jou gegeven wordt. En het kan zijn dat je dus nu op zo'n drempel staat en van jou eigenlijk verwacht wordt, nu kreeft, is dat jij in die overgave gaat, compleet, echt passief, echt het lot laten bepalen. Dus echt in die vrouwelijke energie en die mannelijke energie even een holschop geven. Laat dat gewoon maar helemaal in duigen vallen, die mannelijke energie. Want dat is jouw patroon waarschijnlijk ook. Dat continu die mannelijke energie toch weer naar de voorgrond treedt en de touwtjes in handen neemt. En nu is het die vrouw die zegt van nee, we gaan gewoon even chillen. En ja, dan kunnen dingen dus heel snel veranderen. Er komt dan heel snel iets naar je toe. En wat naar je toe komt, is dit. De zon. Wat staat voor positiviteit, verlichting, geluk, warmte. Ja, dit is gewoon de positieve kaart uit het hele deck. En daarbij krijg je dus de 10 van bekers. Dat is de overvloed van liefde. Het kan zijn dat er liefde naar je toe komt. Als je daarmee te maken hebt, dat zou kunnen. Een gezinnetje. Een nieuwe partner, een liefdespartner, liefde voor jezelf, compleet liefde voor jezelf. Ja, ligt eraan waar je in zit natuurlijk. Niet iedereen zal met de liefde te maken hebben, maar ja, er komt in ieder geval iets heel erg moois. Dat wel, dat wordt je gegeven. Ja, dus die laatste soort bezegeling noem ik het maar. Dat is wat ik doorkrijg, die bezegeling. Je loopt er nu zeg maar mee op je rug nu. En ja, je staat bij die drempel en er wordt iets van een breuk, contractbreuk gemaakt. Als jij dus in overgave gaat in vrouwelijke energie en het lot laat bepalen. Zodat het lot, het universum, jou datgene geeft wat voor jou beschikbaar is. Durf je dat helemaal compleet alles los te laten? In die energie zitten jullie nu. Om uit een cirkel te komen. Karmische cirkel. Karmische les. Ik zit even te kijken. Wil ik nog iets voor jullie doen? Want ja, misschien even nog hier een kaartje op die 5 van staven bij die mannelijke energie. Kan ik iets meer helderheid erop krijgen voor de kreeft? Misschien waar de kreeft iets mee kan doen. Nou, dan krijg je ook nog eens de mooie koning van bekers die ook in overgave zit, in rust zit en gematigdheid. Geduld. Geduld, rust, laat het op zijn beloop. Ik zeg dit niet vaak, maar normaal is het actie ondernemen. Dit moet je doen, dat moet je doen. Maar nu is het zoiets van kreeft. Je moet even helemaal niks doen. Je moet gewoon eventjes het universum zijn werk laten doen. Want het wordt je gegeven. Jij hoeft vanuit die mannelijke energie niks te doen op dit moment. Het wordt jou gegeven. Je hebt al heel veel gedaan voor het universum. Prent het in je hoofd. Je hebt al heel veel gedaan en nu wordt jou iets gegeven. Jij moet het leren ontvangen in die energie van passiviteit en het lot laten bepalen. Wat je gegeven wordt, is dit heel mooi. Nou, ik zou zeggen, ga lekker lang uit. Benen omhoog. Netflixje aan, lekker kopje warme chocolademelk met slagroom als je daarvan houdt, kopje thee, weet ik het, kopje koffie, kaarsjes aan, muziekje aan en ga gewoon chillen en laat het gewoon naar je toe komen. Je hoeft niks meer te doen. Je staat hier op die drempel van donker naar licht, je komt ergens uit. Het zijn twee kaarten die dit aangeven, niet één, nee twee.
Er wordt iets verbroken. Jij bent iets aan het verbreken op dit moment. En je staat echt op de drempel, zo van... Oké, spring maar. Spring maar, laat je vallen. Want ook hier zie je al die kleur wat dus hier terugkomt. Ja. Zo moet je het zien. Zo. Een en al kleur. Dat is wat er naar je toe komt, Kreeft. Maar jij moet in overgave zijn. Compleet in overgave. En dus even niks meer doen. En dat betekent niks doen... in de zin van, dit ben je misschien aan het najagen. Hè? Zo van, ik wil dit bereiken. Nou, daar heb je hard voor gewerkt. Maar je bent er nu. Je bent aan die drempel gekomen, zeg maar. En achter die drempel staat dit. Zo moet je het eigenlijk zien. Jij staat hier zo op die drempel. En dit staat er voor jou eigenlijk zo. En je hoeft niks meer te doen, want dit komt nu naar jou toe. Je hebt het al bereikt in principe. Je hebt het al bereikt. En je hoeft het niet meer na te jagen. Je hoeft er niks meer voor te doen. Je hoeft er niks meer voor los te laten. Je hoeft geen karma meer te doen. Het is allemaal al gedaan. Het enigste is dat jij durft passief te zijn. Vanuit die vrouwelijke energie. En die mannelijke energie maar even met vakantie te sturen. Oké, ik laat hem zo. Anders sla ik door. Ik bedank jullie voor het kijken. Het is een korte reading, zie ik voor jullie. En wie weet zie ik je snel weer terug bij een volgende. Doei, doei. Veel plezier, hè? Doei.